Enkele sportclubs in Dordrecht moeten verhuizen en dat sleept al jaren. OMC, de voetbalclub, die is hier weg naar FC Dordrecht. Maar voetbalclub Dubbeldam, korfbalclub Movado en de tafeltennissers van TTV Dordrecht, die zitten daar, die moesten met z'n drieën naar een nieuwe gezamenlijke accommodatie op Sportpark Schenkeldijk. Maar die komt er niet. Een paar weken geleden kwam de gemeente met een nieuw plan. Dubbeldam mag zelf nieuw gaan bouwen en de tafeltennissers en de korfballers die gaan maar naar volleybalclub Next Volley in Sporthal De Dijk. Het plan wat nu gepresenteerd is, daar zien wij niet zitten. Nee, het voelt als een mes in de rug. We hebben van het tevoren, jaren geleden al neergelegd dat onze eigen zaal een voorwaarde is voor ons om mee te doen aan de plannen. En dit is nu niet meegenomen. Het gaat de goede kant op, maar er zijn nog heel veel dingen uit te zoeken en te bepalen. En dat zijn niet de minste dingen. Dat zijn hele grote financiële en juridische zaken die nog geregeld moeten worden onderling. Een nieuwbouw voor alleen Dubbeldam, is er geen Dubbeldammer die daar nee tegen zegt. Als we zien dat er 3 kunstgrasvelden aangelegd worden, dan krijgen we voldoende trainingscapaciteit. Maar als we kijken naar de financiële bijdrage, kunnen we geen eens een clubhuis van de omvang van nu bouwen. Dus ja, daar lopen we de trein mis. We gaan met elkaar overleggen, kijken waar we elkaar nog kunnen verbeteren, aanvullen. En dan gaan we gewoon vanuit dat er iets moois gaat ontstaan. Het voorstel wat er nu ligt voldoet niet. Dus we gaan met de partijen aan de gang. Ja, u gaat kijken of de gemeenteraad wel wil meedenken, meehelpen. Ja. Maar u heeft een langlopend contract hier. Ze kunnen u ook niet zomaar op straat zetten. Dat is, denken wij, ook onze troef inderdaad. We hebben nog een contract voor 11 jaar voor de grond. We hebben het eigendom van het pand. Ja. Kijk maar.